Yes mensen, dit is de nieuwe single van Sufjani, Ejani en Sufjan. Ismo. Yes mensen, dit is de nieuwe single van Sufjani, Ejani en Ismo. Sufjan. Blijf geloven jongens. En dit is de nieuwe vlog jongens. Dit is het nieuwe vlogje op vrijdag om 6 uur. Fucking mooi man, we gaan nu naar de Verhagen toe. Ja. Daar staan ook nog een paar strijders. Ik kan er niks anders van zeggen. We gaan nu naar de Verhagen toe en we zien jullie daar. Nou mensen, we zijn nu bij de Albert Heijn. Dus dat wordt hartstikke leuk natuurlijk. En ik wou Lipton gaan pakken. Maar ik dacht dat is wel leuk voor de vlog dat ik een soort van de Lipton ga pakken. Ja. Beter pak ik hem nu. Lipton Iced Tea. Geweldig toch? Alles. En nu moeten we in de rij gaan staan. Sorry. Dan gaan we hier blijven staan toch? Ja. Nou, weet je wat? Ik ga straks naar buiten en dan vlog ik verder. Want het is wel een beetje awkward met al die mensen om me heen en zo. Ja, je kent het wel hè. Als je vlogt dan weet je dat. Ja. Dus ik zie jullie zo weer. Nou, daar zijn we dan. Onze met de Lipton Iced Tea. We gaan nu terug naar de vrienden. We hebben alleen geen vrienden. Dus, toch? We hebben toch helemaal geen vrienden eigenlijk. Nee, kut, sorry. We hebben helemaal geen vrienden. Waarom gaan we dan terug naar de vrienden? Dat begrijp ik niet, maar we gaan toch wel even terug. Ik weet het niet. Hou eens vast. Even een broek op ijs. Okay. Maar mensen, we gaan weer terug. Hij gaat helemaal stuk. En check even de nieuwe videoclip van Sufjani en Ismo, geloof ik. Check die even uit. En dan zie ik jullie zo weer. Toch? Zo. Wil je nog wat zeggen? Nog? Hoi. Nee, iets boeiends. Iets over je moeder of zo. Nee? Nee. Oké, dan doen we het niet. Hey, later. Mensen, ik weet eigenlijk niet waarom ik hier sta. Hey, dit is wel een mooie auto, eerlijk. Zeker een mooie auto. Maar jongens, we zijn nu bij Verhagen. Björn is blijkbaar aan het bellen. Ik weet ook niet waarom Björn aan het bellen is. Maar ik kan wel even een shotje maken van de Verhagen natuurlijk. Dat is wel zo mooi natuurlijk. Dus gaan we. Heb ik al eerder gedaan. Zo. Super mooi natuurlijk. En we gaan verder. En ik film verder. Ja, doei. Nou mensen, daar loop ik dan. Weet je wat het was? Vrienden van mij die wouden nog op het dorp chillen. Maar ik moest om 5 uur naar huis van mijn moeder. Dus nu moet ik dit hele end gaan lopen. Ik ben nu in Berkel. En dan moet ik fucking naar Bergsnoek toe lopen. Dat is best wel ver, maar ik ga het toch gewoon doen. Boeien. Je moet toch wat doen. En ja, ik ga gewoon, weet je. Boeit me echt helemaal niks. En nou moet ik lopen. Heel de tijd lopen, jongens. Is niet normaal, maar ja, we doen het gewoon, weet je. We moeten het gewoon doen en we doen het gewoon. Dus ik zie jullie zo weer als ik iets vet zie. Ja mensen, alleen maar vuur hier. Ik heb een beetje mijn capuchon opgedaan omdat het een beetje koud wordt. En dan moet je natuurlijk iets verzinnen wat een beetje warmer is. Maar ik ben nu bij de HSL. En ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Alleen maar vuur hier, zelfs in mijn eentje gewoon. En ik ga nu naar huis. En dat wou ik even zeggen, jongens. Het is zeg maar zo dat ik een Twitter-account heb. En ik wil graag dat iedereen even volgt bij mij op Twitter. Dan kan je me stalken. Ik reageer nu nog wel gewoon op DM'tjes en zo. Dus volg me snel op Twitter. Link staat in de beschrijving. Gelijk het eerste regeltje. Dus ik heb het voor jullie makkelijk gemaakt. Dus alsjeblieft, volg mij even op Twitter. En stuur een leuk berichtje wat je misschien wil een shout-out doen. Misschien kan ik ook wel een shout-out in de vlog doen dan gelijk. Dus stuur even een berichtje. Volg me op Twitter. Serieus, doen. En niks moet. Alles mag. En dat is het, mensen. Hartstikke leuk. En dan is het opeens de volgende dag. Kut, sorry. Maar mensen, weet je wat wel leuk is? Martijn en Lucas hadden gebeld dat ik snel moest komen. Ik heb een videoclip gemaakt voor OTM. En die was online gegaan en zo. En ze wouden dat ik snel naar het dorp kwam. Alleen, ik heb vanmiddag nog een afspraak met mijn neefjes. Want dan ga ik een soort van een neefjesmiddag houden of zo. Het is allemaal chaos. Alleen maar vuur hier. Dus lekker. En ik ga proberen mijn moeder over te halen. Om nog even met Martijn en Lucas te kunnen chillen.
En ja, dat is het wel een beetje, denk ik. Je hoort mijn stem al. Ik ben echt fucking verkouden. Dat is echt zwaar kloten. Heb mijn bed opgemaakt. Ja, ik weet niet wat ik hiermee moet. Dat doe ik gewoon zo. Ja, mooi. Alles netjes opgeruimd, hè? Nou, dan ga ik proberen om naar buiten te gaan. Weet je wat het erge is? Ik heb gewoon nog helemaal niet gegeten. En mijn moeder zegt altijd eerst eten en dan naar buiten. Maar ik heb dan gewoon geen trek. Dus dat vind ik rot en vervelend. Maar we gaan proberen om toch een soort van weg te vluchten. Met onze superkrachten. Dus ik ga het proberen, jongens. Het is spannend, zeker. Mijn vader ligt te slapen. Oké, mensen, twee klusjes doen. Van mijn moeder. En dan mag ik naar buiten. Martijn en Lucas, die zitten daar zo. Ah, hij ziet mij. Fucking grappig. Oh, ik moet niet schreeuwen, want vader is aan het slapen. Deze twee borden, die ga ik opruimen. Hij slaapt. Heb ik al gezegd in de vlog. Dus. Ik praat keihard niet. Ja, sorry. Heb ik al gezegd, joh. Moet je boos doen. Wat een domme. Je staat wel lekker in de vlog. We gaan weer verder. Ja, dat ben ik ook aan het doen. Maar nee, je bent keihard. Ja, ik moet toch snel naar binnen, buiten. Zo. Heb ik die borden gedaan? Sausje. Jezus. Nee. Zo. Deze is niet droog, deze is nat. Zo. Je hebt helemaal niks aan mij, inderdaad. Nou, fijn. We hebben het gedaan, jongens. We gaan naar buiten. En ik zie jullie zo buiten. Nee, mijn fiets stond ook niet binnen. Nou, dan gaan we naar Martijn toe. En ja, dat wordt leuk. Ik moet nog een beetje stil zijn. Maar mijn vader moet snel zijn. Mijn broer werd net boos. Je weet het. Ik heb gezegd van ja, mijn broer wordt boos. En wat was het? Ja hoor, mijn broer werd boos. Hou eens even je stomme mond dicht. Eigenwijs. Godverdomme. Echt een eigenwijze kinderen, man. Niet normaal. Fucka. Nou mensen, daar staan we dan. Je weet zelf. Max in de building. Sowieso. Ja toch. Fucka. Even een box doen met mijn sigaartje toch. Wat? Even een box met mijn sigaartje, juist. Juist mensen. We zijn in de building jongens. Lucas in de building. Fucking. Martijn in de building en Max Gaming Nel in de building. We hebben weer 4K views gehaald. Hè? Ah joh, boeit 4K. Me niet meer dat ik rook op de vlog van jou. Yo. Ja, weet je. Het boeit me allemaal niet meer. Nee. Iedereen maar weet dat ik rook. We gaan even lopen en dan gaan we naar het dorp toe. We gaan ook nog even naar de vuurvogel ofzo. Mm-hmm. Want daar komt Ilse weer heen. Oh, dan gaan we straks ook even Ilse ophalen ofzo. Ja. Dus dat wordt leuk jongens. Het wordt echt super vet. Oh ja, zeg maar doei. Zeg maar doei. Doei. Mensen. Ik heb een bal op het schoolplein gezien. En mijn vrienden zijn heel de tijd aan het fucken. Heel de tijd aan het doorheen praten en shit. Allemaal shit. Dus ik ben helemaal hier naartoe gelopen voor jullie om mijn zegje gewoon even te doen. En ja, dus ik geloof dat ze er zo weer aankomen. Maar boeien. Maar ja, gaat wel lekker. Ja, zie je, hij is vervelend. Maar ja, boeien. Ik zie jullie weer. Zo, ja. Jongen, dit is toch raar, jongen. Martijn en het liedje van fucking Soufiane en Ismo. Nou, daar zijn we dan. En wat gaan we ook weer doen? We gingen iets doen. Turkisch pizza. Turks pizza halen, inderdaad. En ik moet om 3:30 of zo moet ik naar met mijn neefjes of zo naar mijn neefjes toe. Omdat dan een oom van mij heeft, zeg maar... Echt? Echt waar? Ja. Oh shit, dan moet ik nu wel heel erg even gaan. Maar mensen, ja... Nou, een oom die heeft gewoon onze ouders uitgenodigd. Maar hoe heet dat? Wij zijn niet uitgenodigd als kinderen. Dus gaan we wat met elkaar doen, weet je? Gewoon een filmpje kijken of zo. Oh, jullie gaan wat leuks met elkaar doen. Ja, gewoon, ja, weet je? Mijn ouders gaan toch ook wat leuks doen? Dan moeten wij ook wat leuks doen, weet je? Handen boven de dekens, hè? Nee, niet zo bedoeld. Anders. Anders leuks. Gewoon... Oh, dit is ook weer echt erg, hoor, jongen. Wat ben je allemaal aan het doen, joh? Nou ja, ik... Nou mensen, ik ben zwaar te laat. Ik weet niet hoe mijn ouders gaan reageren. Maar we gaan kijken jongens. Ik film het wel. Nee, moet dat filmen? Dat is ook weer zo raar.
Maar ik probeer het wel te filmen, zeg maar. Dus dat wordt leuk. Gaan we, jongens. Shit. Soms zijn ze een beetje boos en soms ook niet. Dus ik hoop dat ze nu niet boos zijn. Zijn ze al weg? Nee. Dat zou echt erg zijn als ze nu gewoon al weg zijn. Nee, toch? Oh, gelukkig, ze zijn er nog. Dit is echt heel erg. Daarnet ging ik naar binnen. Ik dacht, shit, ik ben te laat. Dit is zo zwaar kloot. Ze worden hartstikke boos. Vrienden zeiden dat het 4 uur was. Maar het is fucking bijna 4 uur. Dus ik ben gewoon nu op tijd. En zei helemaal van, ja, goed gedaan. En ik dacht, what the fuck? Ik ben toch te laat. Maar dus het was even een misverstandje met vrienden dat het al 4 uur was. En ik was te lui om te kijken. En dan gebeurt dat, weet je wel. Dus ik ga weer verder. Ik dacht echt dat ik ruzie had met mijn moeder en vader. Wat de fuck? Broek optrekken. Oh, broek optrekken. Maar mijn moeder zei dat ik mijn broek op moest trekken. En we gaan naar de neefjes toe. En dat wordt leuk natuurlijk. We gaan naar Zoetermeer, naar neefjes. En dat wordt leuk. Maar moet ik achterin of voorin? Ga maar in de achterbak doen. Maar weet je wat zo verzuurd is? Moeten wij in zo'n oud ding? En kijk, daarachter, er staat gewoon... laten zien. Oh, er staat geen Audi A5. Nou, Daniel, die kan parkeren, hoor. Nee, dus... Sorry. Daniel kan wel parkeren, hoor, jongens. Jezus. Zo mooi, ja. In één keer reed hij er zo in. Bam. Ik kan het wel even laten zien, trouwens. Dat is wel leuk. Een ja. En? Eerlijk is eerlijk. Super mooi. En we zijn nu bij mijn neefjes in Zoetermeer. En dat wordt natuurlijk ook een feestje. We gaan een filmpje kijken en we gaan naar de McDonald's of zo, toch? Ja, zoiets. Gewoon iets leuks. En we gaan gewoon. Dus we zien jullie zo wel weer. En misschien willen mijn neefjes... Oh, kijk, dat zijn mijn oom en tante, maar ik weet niet of die mag filmen. Dus doei, 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 doei. Nou, mensen, hebben mijn neefje en nichtje hebben teruggebracht naar huis. En weet je wat zo chill is? Dat mijn broer dan een soort van taxi, gewoon, een soort van taxi is en hij rijdt gewoon. Dus dat is wel chill, mensen. Het is een beetje donker en hier wil ik dus de vlog afsluiten. Dus ik hoop dat jullie allemaal genoten hebben van deze video. Doe vast een duimpje omhoog. Doe een duimpje omhoog natuurlijk. We hebben de 246 duimpjes gehaald. Dus laten we nu gewoon lekker voor de 300 gaan. Dus gewoon allemaal lekker drukken voor de 300 duimpjes. En dan ben ik hartstikke blij en trots. Maar ja, dat is het wel een beetje Oh ja, een leuke reactie. Waar gaan we even kijken? Ja, dat is een goeie. Woont er iemand die nu kijkt in Den Haag? Schrijf dat even in de reacties. Schrijf als dan jij... ADO. Ja, schrijf dan ADO. Want hoe heet dat? Dat is misschien leuk. En de mensen die niet in Den Haag schrijven, schrijf dat je niet in Den Haag woont, maar waar jij woont. Want ik wil een beetje weten waar mijn kijkers een soort van wonen. Dus dat is misschien leuk. Want dan weet ik ook een beetje welk doelgroep, waar ik een beetje een soort van moet gaan chillen en... ja, toch? Dat is toch zo? En dan kunnen we... sessie Den Haag. Ja, dat bedoel ik. En dan kunnen we gewoon fans ontmoeten of zo. Dat is wel leuk. Dus dan zie ik jullie weer een andere keer. Ik weet niet hoe ik moet uploaden nog. Dat ben ik een beetje aan het verzinnen. Maar jullie zien wel een video verschijnen. Dus ik zie jullie weer later.